Must. Ja, Stappaerts. Stappaerts aan de leiding met Camille van Weg op de tweede plaats. En Robert van Dijk wordt als derde. De vierde Claude Hauteur en John Cross die in de fout gaat boven de spinnenkop die rijdt doorgaat. Stappaerts. Heel dicht langs dat kantje daar in de Limburgia corner. Eén Stappaerts. En kijk daar Prosper van den Eekhout goed op die derde plaats, zeg maar. Tussen de twee postjes in. Die bekende stijl van hem, en zoals je dat ook in die eerste mandje heeft laten zien. Stappaerts 1. Claude Ledeur als tweede. Prosper van den Eekhout 3. En Camille van Mechelen 4. En Pech van John Gros. Jammer voor de Engelsman. Maar Gustav Stappaerts, hij doet het goed. En als we zo'n stappaartje rijden, dan is hij echt vooruit gegaan tegenover de vorige jaren. Papa. Neemt voorsprong, stappaarts. En dan moet je toch wel een hele sterke escort hebben tegenover die bosjes. Maar ook Prosper van den Eekhout, die zit daar heel goed op die derde plaats. En dan in één keer achter die wagen omslippen. Als hij uit die boot komt. Ledeur 2. Van den Eekhout, onze snelle bakker uit Mieren, op de derde plaats. En de rij wordt gesloten door Camille van Mechelen. En Gustappaerts, het is maar met centimeters tegelijk, maar hij springt verder naar voren. En hij bekijkt het goed. Heel goed zelfs. En hier komt Gustav Stappaerts. Wat gaat hij goed? Heel goed zelfs. Dan Claude Ledeur. En dan Prosper van den Eekhout. En de rij wordt nog altijd gesloten door Camille van Mechelen. Camille van Mechelen blijft goed op die laatste plaats zitten. Er moet nog iemand het laatste zijn. Maar liefhebberij om Stappaerts te zien. Hoe mooi regelmatig dat hij zijn voorsprong weet te vergroten. Ronde na ronde. Zuiver door die bochten gaat. Zit hij weer boven op de berg, boven op de bult. Komt hij weer naar beneden. En zo dadelijk wordt Gustav Stappaerts voor de tweede maal als eerste afgelacht. Daar is Gustav Stappaerts en voor hem een eerste plaats. Een tweede plaats komt hier een ander van Claude Ledeur. Een derde voor Prosper van den Eekhout.